Verschillende bedrijven hebben vandaag het jaar 2016 afgesloten met een bedrijfsfeestje. Dit ondanks het voor veel bedrijven een zeer bewogen en zelfs slecht jaar is geweest. Onze nieuwsdienst was aanwezig bij DSB en Telezuur en brengt u het volgende verslag. Meneer Proeven, u heeft die pagara aangestoken. U weet wat de traditie is van het afsteken van een pagara, toch? Is dat zo? Die traditie houden we dus in ere. We hebben al die bakroes en die kwade geesten net weggeschoten. En we hopen dat met die witte rook, in de katholieke kerk is witte rook belangrijk, we veel goeds mogen hebben volgend jaar. En dit is mevrouw Renate Kruden. Zij is hoofd PR bij DSB, heb ik goed gezegd, toch? Nee, correctie. Oh. Ik ben PR officer. PR officer. Department manager marketing. Okay. Ja. En wat is jouw wens voor het jaar 2017? Hoop voor de mensen dat ze voor hun dromen gaan en dat ook realiseren. Dat we niet bij de pakken blijven neerzitten, maar dat we aanpakken. Dat is het. Ik hoop voor u dat uw wens uitkomt. Dank u wel, ook voor u. Zo zegt u, sluit u dit jaar af en gaat u het nieuwe jaar? Ja, tuurlijk wel. Het oudjaar, ja, ik bedoel van, hoe zal ik het zeggen dan? Het oudjaar is voorbij, gaat voorbij en we kijken nu wat het nieuwe jaar ons brengen zal. En natuurlijk hopen we veel geluk. Ja, en vooral gezondheid. En dat is belangrijk. Gezondheid, want als je niet gezond bent, gaat alles fout. Al de best. Just the same. Meneer Proeven, 2016 sluiten we nu af. We hebben al begrepen dat het voor DSB niet een geweldig jaar is geweest. Maar hoe kijkt u naar 2017? Wat is uw wens? 2016 is voor Surinaamse banken een slecht jaar geweest. We hebben een aantal van onze doelstellingen, waaronder het maken van winst, niet gehaald. Maar ik kijk naar 2017 als een jaar, ik heb het ook aan het personeel gezegd, met de nodige uitdagingen, maar wel met optimisme. De basisvoorwaarden daarvoor, en het geldt voor de bank, maar het geldt ook voor het land, is dat we oprechter naar elkaar zijn, samen willen werken om één doel te bereiken. Het geldt voor het land nogmaals, maar ik denk dat we ook binnen onze organisatie, en begint bij mij als hoogstverantwoordelijke, dat we moeten beseffen dat we samen dingen moeten doen. Maar ik blijf optimistisch dat we die doelstelling wel gaan realiseren het komend jaar. En wat zegt u tegen het Surinaamse volk? Tegen het Surinaamse volk zeg ik, niet opgeven, het land is van ons. Wij moeten samenwerken dat we dit land, waar we allemaal trots op zijn, ik ben trots om Surinamer te zijn, dat we er een mooier land van maken, waar de rest van de wereld jaloers op mag zijn. All the best. All the best en ook via u aan de hele samenleving. Een jaar vol voorspoed, laten we samen een jaar maken waar we dan met heel veel trots op zullen terugkijken in december 2017. Een en al gezelligheid hier bij de telezuurders die hier aan de tweede rijweg op hun eigen manier het jaar 2016 afsluiten. Ik ben hier met de waarnemend directeur van Telezuur, de heer Antonius. Meneer Antonius, een korte terugblik op 2016. Hoe was het? Een korte terugblik was heel levendig. Heel veel gebeurd, maar tegelijkertijd een basis gelegd voor de toekomst. Waar we komend jaar, komende twee jaren, met een volledige focus tegenaan gaan. Dus u haalt al 2017 aan. Wat zijn uw verwachtingen, wat zijn uw wensen voor 2017? 2017 gaan we een basis leggen voor de komende 35 jaar van Telezuur. We gaan in ieder geval werken aan een significante verbetering van onze vaste infrastructuur. Waarbij we veel meer mogelijkheden gaan bieden aan onze klanten als het gaat om vaste breedbandverbindingen. Piep, 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 holle! U bent helemaal in de sfeer. Ja, helemaal. Het is fantastisch gewoon. Dus u bent nu uit Sint Maarten hier op bezoek? Ja, ik ben een Surinamer die in Sint Maarten woont. En ik ben ook directeur van een telefoonbedrijf. Maar oudjaar hier is gewoon apart. Is het uw eerste keer? Dat u oudjaar hier meemaakt?
Nee, 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 ik probeer zoveel mogelijk te komen. Zodra ik kan, ben ik er op in december. En u bent hier op bezoek bij Telesuur. Is er ook een samenwerking? Ja, Telesuur, dat zijn onze vrienden. Want wij zijn ook de incompetents in Maarten en we werken heel goed samen. We zijn ook samen in het regionaal bestuur van telecommunicatiebedrijven. En Telesuur is ook een member. En hoe heet het bedrijf? Kanto is de Caribische organisatie van telecommunicatiebedrijven. Nee, maar uw bedrijf? Oh, Telem is Sint Maarten Telephone Company. En hoe gaat het met het bedrijf daar? Heel goed, maar we hebben natuurlijk ook allemaal te kampen met dezelfde problemen als alle telefoonbedrijven. Met neergaande omzetten, omdat iedereen gratis belt met WhatsApp en meer data. Maar het gaat tot nu toe wel goed. Maar hoe pakt u dat probleem aan? Wat wij proberen te doen is om met data te compenseren voor voice. En om goedkopere technologie te hebben en om op data meer content aan te bieden. Dus we proberen allemaal creatief te zijn, goedkopere kosten te hebben om zo te overleven. Het blijft moeilijk. En toch, als u een korte terugblik moet doen, hoe was 2016 voor u en voor het bedrijf? 2016 was zwaarder dan het jaar ervoor, maar we hebben de juiste investeringen gedaan. Dus ik denk wel dat we 2017 en de jaren daarna een goed jaar hebben. Maar ik kijk naar Telesuur en ik zie dat zij ook echt op de goede weg zijn. Ja, ik ben trots op Telesuur. U volgt de verwikkelingen bij Telesuur of de ontwikkelingen? Niet helemaal. Als ik Telesuur ontmoet op events, dan heb ik een beeld van waar ze naartoe gaan met technologie. Met technologie zie ik dat ik hier ben. Ik heb snelle dataverbindingen. Ik had internet binnen één dag thuis, dus ik was heel trots. En Roé Verveer ook hier bij Telesuur. Roé, we hebben heel veel van je gehoord de laatste tijd. Hoe was 2016 voor jou? 2016 was voor mij persoonlijk, echt waar, mijn beste jaar ooit. Op zakelijk gebied, op succesgebied. Ik heb shows gedaan waar ik nooit had durven dromen. Ziggo Dome in Nederland, 12.000 man per avond, 4 keer. Nou goed, zakelijk heel goed. Maar ook privé, maar dat ging heel goed. Dus ik weet niet of het beter ging, maar ik heb gewoon een leuk jaar gehad, goed jaar. Heb je je afgevraagd hoe dat allemaal komt? Wat heb je ervoor gedaan? Ik geloof in hard werken. Maar ik geloof ook in positief denken en ik geloof in geluk. En ik geloof in de gunfactor. En ik geloof als je gewoon jezelf blijft en gewoon blijft werken en niet links rechts kijken wat anderen doen of wat anderen van je vinden, dan ga je doelen halen. Dus een goed 2016. Hoe kijk je naar 2017? Wat verwacht je? Ik ga 2017 goed tegemoet met goede hoop. Ik begin hem hier, dus dan kan dan, dan... Kijk, ik eindig mijn jaar altijd hier, dus dan heb ik altijd een goed eind. En ik begin mijn jaar hier, dus ik heb altijd een goed begin. Dat is in de pocket. En ik verwacht weer mooie dingen. Ik praat nooit over beter of meer. Weer mooie dingen, dan ben ik al blij. Meneer Banka, hoe was 2016 voor jou? Zeer bewogen. Zeer bewogen. Midden in het jaar ben ik gekozen tot voorzitter van de vakbond bij Telesuur. En het was in de rijdende trein stappen. Met alle turbulenties. De gemeenschap weet het. Maar ik denk dat vooral tussen ons en de directie zijn de plooien gestreken. Ik zal niet zeggen helemaal glad, maar ze zijn gestreken. We praten die lening, de overheid gaat het nemen. En dat plan, we gaan kijken, kritisch begeleiden, hoe die uitvoering gaat. We gaan ondersteunen, zodat, zoals dat daar staat, zodat de Telesuur er beter van wordt. Want als het bedrijf het beter gaat in het bedrijf, nou natuurlijk de bond gaat ook profiteren, de werknemers. Kunnen we meer verdienen? Natuurlijk, we moeten meer verdienen, maar ook harder gaan werken. Als je harder werkt, ga je natuurlijk meer verdienen. En hoe kijk je naar 2017? Hoopvol. Hoopvol in de zin dat het beter gaat. Want anders heb ik het moeilijker. En met deze dansende mensen op de achtergrond, de feestende personeelsleden van Telesuur, ben ik gekomen aan het eind van dit verslag. Verschillende bedrijven hebben vandaag een jaarafsluiting gehad, zo ook Telesuur. En u merkt het, wat er
ook gebeurt in het land. De precaire situatie of niet. De mensen die feesten. Want wat kan je anders doen dan feesten het jaar 2016. Dat voor velen niet een geweldig jaar is geweest. Afsluiten. Je mag dus nog even gaan genieten van de feestende mensen van Telesur. Tot zover het verslag in verband met de jaarafsluitingsfeesten van Telesur en DSB. Morgen is ATV live in uw huiskamer met de Pagara-estafette vanuit de binnenstad.